Hey, leuk dat je kijkt naar Het Ede. Wij maken elke week het flitsende jongerenprogramma Het Ede. En deze week plus Gijan de grote brand op de Hoge Veluwe nog een beetje na. En geeft Het Ede internationale studenten een rondleiding door het bruisende Ede. Het is er ongetwijfeld niet ontgaan. Loeiende sirenes, paniek in het land en spuitende brandweermannen. Brand op het park de Hoge Veluwe. Verslaggever Gijan bluste voor de zekerheid de boel nog eens even flink na. Crisis in Park de Hoge Veluwe. Even een peukje roken of een worstje op de barbecue? Ik dacht het niet. Een grote brand maakte korte metten met zo'n 300 hectare heide. Maar wat hebben de bezoekers van Park de Hoge Veluwe eigenlijk gezien van de brand? Ja, maar het was wel heftig. Wat heb je gezien? Oh, brand weer. Een beetje brand. Ja. Is wel leuk, maar het is ook wel weer niet leuk voor de natuur. Zo. Nou ja, ach, ja, wat zie je, als het verbrand is het verbrand. En het schijnt gelukkig allemaal mee te vallen en dat scheelt natuurlijk wel. Ze bewaken het nog wel, heb ik gehoord. Want het kan heel ondergronds, kan het nog ondergrond zeg maar, nog wel een beetje gaan smeulen. En kan toch weer een beetje opwakkeren eigenlijk. Omdat er zo'n grote brand heeft gehoed, draag ook ik mijn plantje bij aan deze heide. Brand! Brand! In Ede studeren jongeren uit alle uithoeken van de wereld. Voor Het Ede de missie om internationale studenten zo warm, enthousiast en bovendien gastvrij te ontvangen. Gastheer Rick organiseerde een toeristische tour door het altijd idyllische Ede. Welcome to this touristic guide. We're gonna have lots of fun. I show you around Ede with this umbrella. Follow the umbrella! So, what are you doing here in Ede? I'm studying international communication in Christelijke Hogeschool Ede. So, welcome to this great big marketplace thing square. You can buy everything because it's always very busy around here. Look around! Everybody's here. What do you think about Ede? It's very calm, relaxed city, small city, religious city. Yeah, but it's very nice, very nice. Not too crowded. I like it. Oh, welcome to this really great church. It's amazing. But you think that's it's a really normal church, but no, this is one very bijzonder because everywhere you can go inside a church, but here you couldn't! No! It's amazing! So here are the statues. We have the only one. You can also hark. Yeah. The Dutch culture. Do you like it? Yeah, of course I like the Dutch culture. People here are very friendly, very helpful. And I like Dutch food. Yeah, my favorite is our bitterballen and poffertjes. And yeah, I like biking. Here biking is so nice. So, thanks for coming with all of you that you came with much persons. It was very nice and I hope you enjoyed it and see you next time. Bye! Bye! En dan nu, het korte nieuws. Ga toch lekker fietsen. Maar soms gaat dat gewoon niet. Wij Nederlanders pakken steeds vaker de fiets, waardoor het veel drukker is geworden op fietspaden dan dat het ooit was. En ja, dan is de kans op een onhandig ongeluk
natuurlijk veel groter. In 2 jaar tijd is het aantal ongelukken in Nederland, maar ook in Ede, met maar liefst 40% toegenomen. Op 5 mei vieren we onze vrijheid en dat is reden tot een feestje. Uiteraard zijn er in Ede en omgeving genoeg feestjes waar je een dansje kan wagen. In Wageningen is het grote bevrijdingsfestival. Onder andere Direct, Miss Montreal en Van Velsen komen daar hun zangkunsten vertonen. Vond je het glazen huis van 3FM altijd te ver weg? Dan heb je geluk, want wij hebben in Ede een eigen variant. Op het Raadhuisplein wordt de hele week een kijkradiomarathon gehouden voor Stichting Spieren voor Spieren. Het is eigenlijk een hele week, 100 uur non-stop. En met z'n 12 gaan we actie voeren om zoveel mogelijk geld op te halen. Ik heb het al een keer eerder gedaan, vorig jaar. En zo zijn een aantal vrijwilligers die ook al vorig jaar hebben meegedaan. Maar ook een aantal nieuwe. En ik hoop vooral dat die het goed volhouden. Mama. Hi. Het zal je maar gebeuren. Je bent jong, je bent student en dan ben je zwanger. Per jaar worden meer dan 2000 meisjes jongmoeder. Hier in de studio is student Annelinde Vaassen, die helemaal thuis is in de wereld van babydoekjes en poepluiers. Annelinde, welkom. Dankjewel. Zou je om te beginnen wat over jezelf willen vertellen? Ja, ik ben dus Annelinde. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Barneveld en ik studeer aan het CAE de PABO, het eerste jaar nu. Ja. Dus, en jij bent dus jong moeder geworden? Ja, klopt. Hoe oud was je toen je moeder werd? Ik was 19 toen ik zwanger werd en 20 toen ik beviel van een zoontje, Damien. En kun je hem ook laten zien? Ja, ik heb hier een boekje meegenomen. Dit zijn foto's van toen hij een week oud was. We hebben een fotoshoot gehad. En dit... Oh ja, kijk eens. Oh. Is hem. Wat lief. Leuk, hè? Heel mini nog. Nou, maar ja. hij is nu een jaar? Hij is nu een jaar, ja. Hij kon hier niet zijn. Waar is hij nu? Hij is nu bij de oppas. Hij is 2 dagen in de week is hij bij de opvang. En de andere 3 dagen in de week, als ik naar school moet, dan is hij bij mijn ouders. Ja, je bent jong moeder geworden. Mm-hmm. En hoe keek je leeftijdsgenoten er tegenaan? In mijn zwangerschap was ik er heel onzeker van over en was ik heel bang dat iedereen naar me zou kijken en wat iedereen over me zou vinden. En nu ben ik alleen maar gewoon heel trots eigenlijk dat ik moeder mag zijn van zo'n mooi jongetje. En heb ik er ook minder moeite mee om dat dus aan anderen te vertellen. En daardoor merk ik ook dat klasgenoten wel meer respect hebben voor hoe ik het doe. Maar je vindt wel dat het te doen is, een kind opvoeden en ondertussen studeren? Ja, het is wel. Het hangt er heel erg vanaf hoeveel support je krijgt van zeg maar je achterban. En ik heb echt super toffe ouders. Maar het is voor hun natuurlijk wel een extra ding erbij. En dat hebben ze wel gelijk opgepikt. En zij wilden zo graag ook dat ik gewoon deze studie ging doen. Dat ze me daar ook echt heel erg in steunen. Doe je het alleen, het opvoeden? Ja, ik doe het helemaal alleen. Zijn vader is niet in beeld. En dat is goed zo. Ja, wat ging er door je heen toen je hoorde dat je zwanger was? Wat dacht je toen? Het duurde heel lang voordat ik het echt besefte eigenlijk. Ik heb heel lang gedaan alsof het niet zo was voor mezelf. Ja. Toen ik het eenmaal echt besefte, mocht ik er van mezelf ook echt naar uit gaan kijken. Want hoe jong of hoe oud je bent, je krijgt je eerste kindje. En dat is gewoon heel bijzonder. En daar mag je ook gewoon van genieten. Ook al ben je jong en is de situatie niet zo als je verwacht had. Heb je erover nagedacht om te denken, nou, ik laat het weghalen? Of? Ik heb het nooit echt overwogen. Het is wel door mijn hoofd geschoten, maar ik weet dat ik had het nooit echt gedaan. Omdat, zo zit ik gewoon niet in elkaar. En het is wel mijn kind. En hoe jong of oud ik ook ben, Damien heeft daar niks mee te maken. En die heeft nergens voor gekozen. En die heeft net zoveel recht op een bestaan als ieder ander kind. Ja. Dus. Hoe doe je dat nu met, want veel jongeren gaan uit, die maken feesten mee. Mm-hmm. Hoe doe jij dat? Doe je dat nog? Daten, dat soort dingen? Daten, daar heb ik nog niet zoveel trek in. Maar ik heb het altijd heel leuk gevonden om uit te gaan. En ik doe het nog wel, maar wel veel minder dan dat ik het deed. En ik moet het gewoon veel beter plannen, want er moet iemand zijn die 's nachts op Damien kan letten. En ik ben ook niet meer zo dat als ik uitga, dat ik dan helemaal tot het gaatje ga. Want ik heb gewoon een verantwoordelijkheid. Ja, en die ja. is er ook als ik ergens anders ben. Precies. En tot slot, hoe zie jij je toekomst voor je? Ik hoop heel erg dat ik binnen 4 jaar deze opleiding af kan ronden. Dat zou ik heel leuk vinden.
En dat ik dan als onderwijzeres aan het werk kan. En ook nog iets met mijn dansen erbij kan doen. Want daar ligt mijn hart wel echt. En ik hoop natuurlijk uiteindelijk een huisje te vinden voor mij en Damien. En uiteindelijk ook een man die als een vader voor Damien kan zijn. Ja. Nou, dankjewel. Mooi verhaal. Ja. En ik wens je alle goeds toe dat het ook zo mag eindigen zoals jij voor je ziet. Dankjewel. Dankjewel. Op maandag 5 mei is er reden voor een feestje, want het is bevrijdingsdag. Maar eerst dodenherdenking. Dan herdenken we de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht. Mausoleum in Ede. 44 namen van verzetstrijders die in Ede gevochten hebben voor hun eigen vrijheid. 16 van deze namen staan geregistreerd op 20 maart. 20 maart 1945. Vlak voor de bevrijding van Nederland hebben zij hun vrijheid moeten betalen met hun eigen leven. In de nacht van 8 op 9 maart 1945 vindt er een wapendropping plaats. Hier in een bos in Lunteren. 45 Edese verzetsleden verzamelen zich begin van de avond en wachten af tot het vliegtuig zou komen. De wapendropping loopt niet helemaal volgens plan. Veel wapens worden niet op de goede plek gedropt. Als ze toch denken wel de meeste wapens gevonden te hebben, vertrekken de mannen weer richting Ede. Verwachtend dat ze met een uurtje wel weer thuis zullen zijn. Wat ze op dat moment echter nog niet weten, is dat de Duitsers al lang weten dat zij daar zijn en ze al opstaan te wachten. Maar liefst 100 Duitse soldaten staan ze op te wachten onderweg naar Ede. 16 van de Edese verzetsleden worden opgepakt en eigenlijk bijna direct doorgevoerd naar het Amersfoortse concentratiekamp. In afwachting van hun doorvoering naar Duitsland. Maar zover zal het nooit komen. 2 weken voordat operatie Market Garden hier op de Ginkelse Heide begint, worden de 16 Edenaren doodgeschoten door de Duitsers als represailleactie. Zij gaven hun leven voor de vrijheid. Maar is die vrijheid ondertussen niet vergeten? Hoeveel ben jij eigenlijk bewust van je vrijheid die je in Nederland hebt? Ja, ik denk best wel veel, ja. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik ben me wel degelijk bewust van de vrijheid die we hebben. Nou, ik denk dat we er niet zo goed over nadenken, hoe goed ze eigenlijk hier hebben. Natuurlijk ook vanwege mijn werk, wat wij doen, is dat het niet vanzelfsprekend is dat wij vrijheid kennen. Ja, ik ben het aan de ene kant ben ik er wel bewust van, maar aan de andere kant interesseert het me ook niet echt eigenlijk heel veel. Zo, dus, 4 mei is herdenkingsdag. Wat doe jij 4 mei? Om 8 uur die 2 minuten stilte dan. En dan worden de doden worden herdacht. Nou, eigenlijk doe ik nooit 2 minuten stilte. Ik denk eigenlijk nooit zoveel over na. En op 5 mei, tijd voor een feestje? Nou, we zien wel, wie weet. Ja, dat wel. Sowieso. Je hebt van die studenten die sporten en dus helemaal in shape zijn. Ik zou dat ook wel willen, maar ja, geen zin, geen tijd en ik heb nog helemaal geen buikje. Maar sporten is wel heel gezond. Verslaggever Gijan komt wel in beweging. Studenten staan bekend om pizza eten en bier zuipen. Maar er zijn natuurlijk ook studenten die dat niet doen. Studenten die sportief bezig zijn. Hier achter ons zien we op het sportpark. Jongens, weet je het sportpark? Hoekelomse Eng. De Hoekelomse Eng. Hoe studenten sportief kunnen zijn. Ja, toen ik in Ede op kamers ging wonen, toen heb ik gewoon gegoogeld welke clubs hier ben. En toen ben ik bij Fortissimo terechtgekomen. Hoe is het dan om als student een sport te beoefenen? Ja, dat is goed te doen. Soms wel lastig met toetsweken, maar het is lekker om na een hele dag studeren gewoon even lekker s'avonds eruit te voetballen. Je blijft fit. Alle frituurhapjes die je eet s'avonds en bier kun je er mooi uitsporten. Het is gewoon leuk om bij zo'n club te spelen. Ook gewoon qua sociaal contact en zo. Ook op de skatebaan zijn veel studenten zich aan het uitsloven. Van skater Bob van Wijk maakt sporten het leven net wat leuker. Juist als ik dan ook skateboard, dan hou ik het studeren ook wat beter voor. Als ik mijn energie een beetje kwijt kan. Ja.
Zou je andere studenten aanraden om op een sport te gaan? Ja, dat is heel lekker. Je hoofd even vanaf zetten. Je hoeft niet altijd met studeren bezig te zijn natuurlijk. En, juist dan lukt dat beter. En als je het wat rustiger aan wil doen, dan sport je gewoon op straat. Wat mensen meestal niet beseffen, zijn juist van de sporten meer energie krijgt. Zou je andere studenten aanraden om een sport te gaan doen? Jazeker. Je kan lekker fris aan je huiswerk beginnen en het is heel ontspannend. Wil je weten hoe wij het Ede maken of heb je zelf een brandend nieuwtje? Kijk dan eens op onze Facebook of Twitter voor leuke foto's en meer. Bedankt voor het kijken. Doei! Ja! Ja, jongen. Ja, jongen. Ja, jongen.